archeologisch museum, dat grote gebouw achter mij. Een van de meest interessante archeologische musea ter wereld. Maar wel een beetje stoffig ouderwets en vaak is er ook heel veel dicht. Omdat ze niet genoeg personeel hebben. Zeker op zondag dat wil werken, dat mag werken. Dus sommige zalen zullen gesloten zijn. Maar het is een prachtig museum. De Vesuvius opgelopen. Prachtige uitzichten hier. En het is een beetje half bewolkt, maar dat vind ik ook wel leuk, omdat als het half bewolkt is, dan soms komt er een wolk voorbij, dan is het weer weg, dan is het heel warm, dan is het weer wat kouder, soms wat mist. En dat geeft een heel apart en heel mooi effect en dat maakt de uitzichten nog veel mooier. Ik zit onder een boom bij Pompeii. Het is druk vandaag, maar dat geeft niet zo heel veel, want het is echt een heel groot gebied. En je kan altijd wel een plekje vinden waar er wat minder mensen zijn. En wat ook leuk is, omdat ik hier zo vaak kom, is dat af en toe bepaalde dingen open zijn. En soms zijn bepaalde dingen weer dicht. Dus ik heb vandaag weer allerlei nieuwe dingen gezien die ik nog nooit gezien had. En andere dingen zijn weer afgesloten. Dus elke keer als je hier komt, is er weer wat nieuws te bekijken.